Op de Dophijstraat op Ruiver is vrijdagavond laat een 26-jarige man uit die plaats opgepakt. Het gebeurde na een korte achtervolging. Via de struike kwam de auto uiteindelijk tegen een bestelbus tot stilstand. De man reed op de Keulse weg richting het centrum van Ruiver. Vandaaruit zette de politie de achtervolging in. De man reed gans naar de andere kant van het dorp. Via de Sterrebosweg besloot hij de Dophijstraat in te rijden, maar daar ging het mis. De auto vloog uit de bocht en kwam via de struik uiteindelijk tegen een bestelbus tot stilstand. De Renault Twingo, de man in Ree, is flink beschadigd geraakt door de klap en ook de bestelbus was weer afgeslijpt. De bestuurder raakte licht gewond door de klap. Ambulancepersoneel had de man gecontroleerd. Was alleen nog de vraag waarom de bestuurder er eigenlijk vandoor ging. Het bleek dat het een joyrider was. Hij had zonder toestemming van de eigenaar de auto metgenomen. Bij controle bleek daarna dat de man niet in zijn rijbewijs had. De bestuurder is ingerekend en hem staat een dagvaarding te wachten. De eigenaar van de auto zal in ieder geval niet blij zijn. Hij was niet op de hoogte dat de man zonder rijbewijs met zijn auto er vandoor was gegaan. En kreeg hem nu zwaar beschadigd weer terug.